van harte goedemorgen, luisteraars. Welkom, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is vandaag, de dag van de Koffiepraat. Vandaag is vrijdag, hè. Niet gewoonlijk dat ik het op de vrijdag doe, maar ik was een weekje weg. En Luid Groenewoud die heeft de hele week voor land en volk dit programma gedaan. Dus leek me goed om vandaag met ook mijn steentje bij te dragen. Wat we doen vandaag in de Koffiepraat, morgen is een groot moment voor Suriname. Morgen zal, ik zeg niet kan, morgen zal Donovan Wisse vijfvoudig glorie middengewicht wereldkampioen worden. Hij verdedigt zijn titel morgen en in de aanloop met zijn gevecht aan Mandoro naar Nederland om zich daar een maandje voor te bereiden, te acclimatiseren. Dan hing de media daar natuurlijk aan de lippen van de beste pound voor pound vechter bij Glory. En we beginnen de Koffiepraat met dit interview waarbij Donovan Wisse tegenover de Nederlandse media, maar ook de wereld, vertelde hoe hij leeft naar het moment van morgen toe. Vandaag is trouwens ook de weging en zullen Donovan Wisse en Ulrich Boukimi elkaar voor het eerst in de ogen aankijken. Laten we gaan naar het moment waarbij dus uitgebreid gesproken werd met onze Glory viervoudig middengewicht wereldkampioen Donovan Wisse. Heel toch, ik moet werken, dus ik ben er en ik kom gewoon om mijn ding te doen. Ja, man. Je staat in Rotterdam, 18 mei, Glory 92 tegen Ulrich Boukimi. Ja. Daar gaan we zo natuurlijk heel diep op in. Hoe zien die laatste weken voor jou eruit? De laatste week is natuurlijk wijn aan het klimaat. Vandaar dat ik ook zo vroeg kom. Pestraining, sparringsrondjes, kracht en conditie. Gewoon de puntjes op de i zetten. En gewoon knallen de 18e. Mm. Heb je er zin in? Zeker, zeker. Anders zou ik het niet doen en anders zou ik er niet staan, toch? Ik heb er zin in. Waarom ik het vraag ook is, waar zie jij de uitdaging nog in? Ik heb heel veel mensen gevraagd, ik ga ze ook een aantal fans laten zien aan je, die van alles willen vragen aan je. Ja. En het eerste wat ze altijd vragen is, wat is de uitdaging nog voor hem? Sowieso het record van Pereira verbreken. Saai winnen of spectaculair verliezen? Wat zeg jij dan? Winnen, maakt niet uit hoe. Ja? Weet, maakt niet uit hoe. Winst is een winst, als hij nog komt, dan komt hij. Ik voel dat gaatje zeker. En als het er gewoon op punten moet, dan doe ik het ook gewoon op punten. Maar voor mij niet uit hoe ik win, ik moet gewoon winnen. Ik stelde dezelfde vraag aan jouw goede vriend Andy Semeleer. Die zei, ik verlies liever spectaculair. Ja. Ja, zo staat hij erin, je weet toch. Dat is zijn mentaliteit en zijn stijl. En ik snap hem wel. En ik denk alleen aan de winst. Dus die vraag die je stelde van verlies, ik denk niet eens daaraan. Je wil niet eens aan die optie denken. Nee, zeker niet. Zeker. Goed zo. Hey, nu we het toch over jouw goede vriend en die bad news Semeleer hebben. Hoe heb jij de partij bekeken, ervaren? Hele goede eerste ronde natuurlijk. 10-9 gescoord. In mijn opinie was hij iets te gretig om die statement te laten zien dat hij voor de knock-out wilde gaan. Toch als hij wat rustiger was gebleven, dan denk ik eerder dat het misschien een ander moment zou komen. Even 3 rondes goed ontleden, Chico ontleden. En van daaruit werken. Je weet toch, je bent kampioen. Je wil natuurlijk je titel behouden. Ik heb niet gezegd dat je safe moet gaan vechten, maar je moet wel... gewoon beter over nadenken. Maar ik snap wel dat hij voor de knock-out gaat. Hij had veel, hoe moet ik het zeggen? Hij had veel kritiek erop. Maar dat was zijn plan en daarvoor wilde hij gaan. En als je daarvoor gaat, dan komen ook valero openingen. En die spinning back was een verrassing ook voor iedereen. Vooral van zo'n korte afstand. Ik was zelf verrast toen hij het gooide. Dus iedereen kan erop lopen eigenlijk. Heel kort nog over hem. Was het een spinning back fist? Ja, sowieso was de afstand klein. En via de beelden van Videoland zien we dat het net de onderkant van de handschoen is. Of de elleboog zelf. Dichter bij de elleboog misschien. Weet ik veel, maar... Referee even door laten gaan. Hij heeft nog 2 keer achterlijk gekregen. En dat is wel jammer, maar... Weet toch, at the end of the day, it is what it is. Als je je broeder, bijna familie en die Semeleer een advies zou willen geven, wat zeg je dan tegen hem? Gewoon doorgaan. Ik snap dat het wel een bittere pil te slikken is, maar je moet gewoon doorgaan. Hij is nu volgens mij de nummer 1 gerankt. En misschien 2 of 1 winnen en dan staat hij weer voor de titel. Dus ja, gewoon doorgaan, man. Zoals ik net ook al aangaf, jij wordt heel vaak benoemd als de pound for pound lijstaanvoerder. En ik weet, jij bent de bescheidenheid zelf. En je staat dus als main event in Rotterdam, de 18e van mei, van mij, ja. Tegen de Congolees, Ulrich Boukimi. Laten we eerst hem even wat complimenten geven. Wat maakt hem zo goed?
Hij kan kickboksen, je weet toch. Ik ga hem niet groter maken dan dat hij is. Je weet toch, hij kan kickboksen, hij heeft wat kracht. Beweeg achteruit en dan komt hij opeens naar voren. Dus hij kan je wel verrassen. Maar ik zie de openingen, ik heb mijn gameplan en ik ben gewoon scherp en fit. Dus de 18e wordt een mooie partij. Ja, want de laatste keer vocht jij Collision 6. 6, ja. Hè? Versus, ook, ja. En hij ook. Ja. Hij won toen volgens mij van Serkan. Klopt. En jij won van Michael Boapea. Heel even die terugblik, want ik heb die partij vanochtend nog een keer zitten terugkijken. En ergens rond de 1 of 2 had je deze lach, precies deze lach, ja. Had jij van I'm not even bothered. Wat was die lach? Was dat bewust om je tegenstander op dat moment een bepaald gevoel te geven? Of was het van I got your number? Of wat? Of kan je niet eens meer herinneren? Ik kan me niet eens herinneren dat ik aan het lachen was. Volgens mij was ik niet eens aan het lachen of zo. Ik weet niet wat voor moment dat was. Het was in ronde 2 volgens mij uit mijn hoofd. Ik zal het even terug moeten kijken. Ik weet echt niet. Sowieso kwam je met een grote druk. Ja. En in de eerste 2 rondes was de druk hoog. De eerste ronde was van mij, de tweede van hem. En vanaf de 3e ronde hoorde ik hem. Hij was nog niet hersteld van de 2e ronde. Dus ik wist vanaf dat moment, kon ik de overhand weer nemen. Heb ik ook gedaan. En 8 tellen in de 5e ronde gegeven. Dus hij stond op, je weet toch, knap van hem. En hij is gewoon doorgevochten, je weet toch. Dus props to him. Maar ik heb gewoon weer een goede prestatie geleverd die avond. Op een korte trainingskamp, je weet toch. Dus ik was blij met de prestatie. Het was niet eens de beste versie van dan? Nee, zeker niet. Ik was ziek. De eerste 2 weken van het trainingskamp moest ik nog kijken als de symptomen nog in mijn lichaam waren. Je weet toch. Dus ik was eigenlijk met mezelf aan het vechten en nog dat. En dan moest ik nog fit worden en dit en dat. Dus het was een lastige trainingskamp, maar we hebben het laten lukken. Misschien lach je ook gewoon omdat je plezier hebt in wat je doet. Ik heb sowieso plezier in wat ik doe. En ik hou ervan. Kickbox is mijn leven, mijn passie. Dus ik hou ervan, man. En ik wist ook van, weet toch, winnen hoe maakt niet uit. Ik moet gewoon winnen. Dat is het. Ja, je gaf het aan. De eerste 2 ronden, hij kwam met druk, hè? Ja. Impressive? Of heb jij zoiets van, ik overleef deze storm, zit daar een tactiek achter? Op zich was er niet echt zo'n tactiek erachter. In de zin van, hij kwam gewoon met die druk en ik zag gewoon mijn openingen. Zo'n druk ga je niet 5 rondes lang kunnen volhouden. Maakt niet uit wie je bent. Je gaat er niet vol kunnen houden. En was het just a matter of time eigenlijk. En een 3e ronde hoorde ik aan het en voelde ik het ook. Dus toen moest ik gewoon overnemen. Mensen bestempelen jou als een meestertacticus. Ja. He, wat ik net zei. Dave Davis heeft daar ook een grote input in. En je andere trainers. Ja. Ervaar je dat ook zo? Kan jij het spelletje heel goed lezen? Ik kan het wel lezen. Natuurlijk, ik kijk naar mijn tegenstanders. Ik kijk wat ze doen. Ik ga uit van mijn eigen krachten. En als ik je eenmaal heb ontleed en zo. Dan kan het spelletje beginnen. Je toch dan. Kijk hoe slim je bent. Ik geef je misschien stap 1. En ik ben al bij stap 3 bijvoorbeeld als je die counter zet. Dus dan kan ik je ook makkelijker overnemen. Heb ik ook wel een beetje door. Het gevecht begint bij kijken, lezen, je toch, een goede ding doen eigenlijk. Gewoon nuchter in je hoofd blijven. Goede ding doen, man. Data downloaden. Klopt. Iemand echt goed scannen en dan je tactiek erop aanpassen. Precies. Mooi, man. Is het bij jou, als je hebt gewonnen, dan ben je tevreden? Of kan jij ook ontevreden zijn, zelfs na een winstpartij? Jawel. Je kan ook wel ontevreden zijn na een winstpartij. Bijvoorbeeld die van Serkan, in de 4e, 5e ronde kon ik hem eigenlijk eruit slaan. Dus achteraf denk je van, ik had nog iets druk beter moeten zetten of zo. Maar het is achteraf, je weet toch, ik moest het op dat moment hebben gedaan. Het is gewoon ook weer een leermoment van als je echt iemand zo hebt gesloopt, dat je dan niet echt naar voren uiterste gaat. Eruit halen, ja, dat is wat je van jezelf eist. Ja, dat ook wel. Dus dat was misschien een minpunt van Boapea, ja. Was anders om mee te dealen. Druk. En natuurlijk, ik word ook moe. Je weet toch maar, hoe ga je met die vermoeidheid om? En dat heb ik kunnen bepalen en heb ik kunnen uitvoeren. Je weet toch, vandaar ook die 8 tellen. En ik heb het niet kunnen afmaken. Maar je weet toch, een beetje fatigued, als ik het zo moet zeggen. Ja. Maar ik was wel tevreden over die prestatie. De middleweight division is echt een hele aantrekkelijke divisie, vind ik. Ja. Kijk je er ook naar uit, als er een toernooi komt, zou je meedoen? Zou je daar open voor staan?
Voor nu sta ik ervoor open natuurlijk. Maar de onderhandelingen staan los van mijn huidig contract. Dus ik moet kijken waar de onderhandelingen zijn, wie er allemaal in gaat zijn. Is het aantrekkelijk voor mij? Dus als dat eenmaal komt, dan kijk ik wel hoe we eruit komen met Glory. En als het de kans er weg is, als ik het zo moet zeggen, als we die kans gaan nemen of niet. Even afwachten, maar je juicht het idee wel toe, maar jawel. Nog geen toezegging. Dat is wel interessant. Om nog kijken of het nog interessanter kan worden. En dus juist wat. Hey, aan zo'n toernooi, als die er zou komen, zouden een Serkan en een Michael Boapea ook meedoen. Ja. Zij staan ook op dezelfde kaart als jij. Ja. Jij hebt ze allebei verslagen. Is het een mooie match-up, de Clash of Den Haag? Het is zeker een mooie match-up. Wordt een interessante partij natuurlijk. Bij de debuut van Boapea schreeuwen hij al naar Serkan. Dat is niet gebeurd. Nu gebeurt het eindelijk. Beide jongens hebben wat te bewijzen. Serkan meer als Boapea. En wat er gebeurt die avond tussen hun twee. Ik ben gefocust op mijn gevecht, maar ik kijk ook uit naar hun gevecht. Ja, jij kijkt naar alle gevechten. Ja, sowieso achteraf. Bijvoorbeeld die avond ga ik niet kijken of zo. Interesseert het me niet. Maar achteraf dan ga ik wel denken van, laat me even kijken wat er is gebeurd. Waar kan jij nog beter op worden? Ik wil je niet te veel de hemel in prijzen, maar ieder mens kan zich nog overal op verbeteren. Kijk, wat ik doe, doe ik goed. En kan alleen maar beter worden eigenlijk. Wat ik zo net al zei, als ik het gevoel kreeg dat ik die man eruit kan slaan. En ik heb hem echt pijn gedaan en hij is echt moe en dat soort dingen. Dat ik gewoon die druk opvoer om hem echt af te maken eigenlijk. Maar als dat niet lukt, gewoon aan mijn gameplan houden en gewoon mijn spel spelen. En als het dan komt het, je weet toch maar. Niet dat ik dingen ga forceren, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Zelfs bij jou? Ja, zeker. Sowieso. Ja. Voor iedereen. Ja. Hey, hij komt uit Congo. Is hij een titleshot waardig? Of is het gewoon van line them up, ik zeg overal ja tegen? Sowieso line them up. voor mij maakt niet uit. Ik ga niet de divisie. Dit zijn alle nieuwe jongens. Ik heb Serkan gehad. Ik heb Boapea gehad. Dus ik krijg alle nieuwe jongens nu. Weet toch, als dat voorbij is, dan kijk ik wel hoe of wat. Maar boek je mij, als hij het verdient, denk het niet. Hij heeft 2 gewonnen, 2 verloren. Niet echt spectaculair iets gedaan in Glory. Maar hij staat tegenover me de 18e. Ik moet hem gewoon serieus nemen en dat doe ik ook. Dus ik ga gewoon mijn ding doen die dag en ik ga gewoon met de winst naar huis. That's it. Kun je die wedstrijd nog herinneren van hem tegen Michael Boapea? Eerste ronde volgens mij kreeg hij gewoon een opstoot en zijn tanden lagen eruit. Maar het was kort, je weet, ik wilde wel graag zien wat hij zou hebben gedaan in dat gevecht. Als het 3 ronden zou duren, hoe het zou hebben afgespeeld eigenlijk. En wel jammer dat het zo geëindigd is. Ja? Jawel. Heel veel mensen willen jou van alles vragen. We hebben heel veel DM's gekregen. Ja. Ik ga een paar van die vragen eruit vissen. Zou je met mij even ernaar willen kijken en ze beantwoorden? Ja, ik ben benieuwd wat fightfans jou te vragen hebben. Laten we gelijk beginnen. Deze jongen kwamen we tegen in de trein en die had de volgende vraag. Indien Donovan Wisse binnenkort, als ik hem een vraag namens Gregory moet stellen, wat wil je dat ik dan vraag aan de misschien wel een pound voor pound bijstaanvoerder Donovan Wisse? Wat eet je op voor de wedstrijd? Wat eet je voor de wedstrijd? Hij wil weten wat jij eet voor een gevecht. Ja. Gewoon simpel. Gewoon spaghetti bolognese. Dat is gewoon mijn ding. Verteert langzaam en het geeft me energie. Dus in de kleedkamer dan banaan of appel als er wat is. Water drinken. Toch gewoon dat. Keihard. Ja. Keihard. Hij dacht dit. Ik ga me snel aan je dan. Je hoort het altijd. Ik denk het bruin boer met rijst. Ze gaat verrekt met de gooi voor de Ja. Hij dacht bruine bonen met rijst. Die bruine bonen sowieso, maar die eet ik ver vooraf. Een paar minuten kan ik dat niet eten. En die bruine bonen eet ik volgens mij de dag erna of 2 dagen daarna direct. Die bruine bonen moeten erin blijven. Ja. En deze jongen heet Greg, die wilde je ook nog iets leuks meegeven. Hij doet nog een jaren, kraftieren. Ik zal het wel doen. Tot zijn de man. Dankjewel Greg, dankjewel. Ja man, was het ding nog? Nice. Volgende vraag. Yo Donovan en PIF, ik heb een vraag voor jou. Je moet je titel gaan verdedigen. Hoe ga je dat doen en in welke wijze?
Niet heel origineel, maar hij vraagt je, hoe denk jij je titel te gaan verdedigen? Natuurlijk, als ik in de ring sta, ben ik zakelijk. Ik ben strak en zakelijk. Ik maak geen grap als ik daar ben. Als ik het gaatje zie, vul ik hem gelijk. Zo niet wil ik jullie wel een hele mooie show geven. Combinaties in- en uitbewegen. En gewoon mijn ding doen die dag. Het is geen moeilijke jongen. We nemen hem heel serieus. En dat is level to this. En dat ga ik hem ook laten zien. En zo ga ik hem ook laten voelen. Gewoon strak en zakelijk zijn. Keihard, dat wordt denk ik ook de caption van deze video. Als ik een gaatje vind, vul ik hem gelijk. Dat is een hele goeie. Ja. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Hey Donovan, ik heb een vraagje. Wat zijn je toekomstige doelen in het kickboksen? En is er een specifieke tegenstander die je graag zou willen ontmoeten? Of een titel waar je naar streeft om het volgende te behalen? Ben benieuwd. Doelen in het... Hij stelt eigenlijk 3 vragen, maar wat zijn jouw doelen? En heb je je ogen op een specifieke tegenstander, misschien wel buiten deze organisatie? Dus ik zie mezelf sowieso niet verliezen in Glory, vooral niet in mijn divisie. Ik wil dat gewoon behouden en gewoon een perfect record hebben. Ik heb 1 keer verloren, dat is 6 jaar geleden nu, 2018. En ik doe dit niet om te verliezen, ik bleef gewoon winnen en die titel bleef sowieso in Suriname, bleef bij mij. En dat zijn gewoon mijn plannen en dat doe ik gewoon. Ja. En is er een specifieke tegenstander waar je je oog op hebt? Mag ook in een One zijn of in de UFC, iemand die... Nee, niet zozeer. Niet zozeer een specifieke tegenstander. Als ik een telefoontje krijg en ik denk van, hé, dat is interessant. Of hij is interessant buiten de organisatie. Dan is het interessant en dan ja, gewoon leuk toch. Een divisie omhoog of omlaag, is dat iets wat jou triggert? Omlaag niet. Omlaag, dan zou je een weight bully zijn, hè? Ja. Dat zou ik ook niet halen voor zijn. Nee, dat zou ik ook niet halen. Omhoog zou kunnen, maar kijk als het interessant is. Als de tijd rijp is. Precies. Laatste vraag. Ja. Donovan Wissen, ik heb een klein vraagje aan je. Er zijn kleine gesprekjes gaande geweest over dat Andy Semeleer een klein stapje omhoog gaat maken naar de middleweight divisie. Heeft het ook over gehad met ons. Wat zijn jij erover te denken? En wat zou dat voor match-up zijn tussen jullie twee? Twee broeders, Andy Semeleer. Stel je voor dat hij in de divisie omhoog zou gaan. Zou dat een interessante match-up zijn of wil je daar niet eens aan denken? Ik weet niet. Ik heb ook nooit gehoord dat hij naar boven wilde gaan. En als Andy, hij is ook wat kleiner. Ik weet niet of dat een juiste stap voor hem zou zijn. Hij zou het wel kunnen hoor. Hij is snel, hij is behendig. Je weet toch, en, Maar we vechten niet tegen broeders, man. Nee, sowieso. Maar als het zo moet, dan zou het een heel technisch gevecht worden, man. Ja, dat denk ik ook, man. Ik heb sparringssessies van jullie gezien. Ja. Ik moet eraan zitten denken, dan zou het wel een mooie partij worden, ja. Heel mooi. Ik volg jou nauwlettend op social media. Ja. En in jouw laatste training had je een hele dikke Tupac beat op de achtergrond aan. Ja? Tijdens het trainen. Je had een booster trainingspak aan. Oh, okay, ja, toch? Je weet waar ik het over heb. Vanochtend. Tupac, ja? Is dat jouw ding? Nee, niet zo. Nee. Ik heb het zelf niet gemaakt, dat filmpje hoor. Hou je van muziek? Zweept het je op tijdens trainingen? Niet zozeer, weet je toch. Natuurlijk, als ik er echt naar ga luisteren en denk van, wat draaien ze? Laat er iets gedraaid worden. Maar als ik aan het trainen ben, dan let ik er niet echt op. En wat motiveert jou om elke dag weer? Is dat echt die stem in je hoofd die jou gewoon laat gaan? Is dat gewoon... Ja, sommige dagen denk ik ook van, moet ik weer gaan? Maar je moet, weet je toch, ik moet. Het is gewoon het moeten, discipline. Ik ben gemotiveerd. En niet, dus, het is gewoon discipline, je weet toch, je moet gewoon gaan. En als ik niet ga, gaat mijn tegenstander wel. En dan loop je gewoon het risico dat hij dan beter voorbereid is dan jou. En ik wil het niet... daarna laten liggen. Dus, Is jouw grootste vijand niet dat te veel complimenten misschien dadelijk naar jouw hoofd gaan stijgen? Nee, of ben je daar te nuchter voor? Ik ben er te nuchter voor. Weet je toch? Ik kom gewoon om mijn ding te doen. En als het een mooie partij wordt, dan wordt het een mooie partij. Als het lelijk is, is het lelijk. Weet je toch? Dan is het sowieso werk aan de winkel. Maar ik moet winnen en ik ga ook winnen. En... Ja, dat is het gewoon. Weet je toch? Ik wil natuurlijk een heel mooi ding neerzetten. Maar dat is... Niet mijn main focus. Mijn focus is winnen. That's it. Als we kijken naar Glory, in elke divisie dan ook, noem eens een tweetal, drietal vechters waar jij van onder de indruk bent, die je complimenten wil geven. Sowieso Tijani. Tijani bestaat, ja. Toch, sowieso Semeleer nog steeds. Patch. Rico Verhoeven. Ja.
Ik kan door en door gaan. Je, kan, je, je geeft veel, maar je geniet van veel vechten. Ja, zeker. En leer je ook veel door te kijken? En... Sowieso. Ja. Bijvoorbeeld dat wat met Andy is gebeurd, daar kan ik ook van leren. Je weet toch hoe... Gewoon hoe het allemaal gelopen is. De good en de bad, ja. Haal jij je inspiratie uit. Zeker. Ja. Ja. Nou, ik weet dat jij zo nog even zwaar gaat trainen. Ja. Ik wil je echt gewoon ook nog op camera enorm bedanken dat Dave Davis dat dan een verwisse altijd tijd vrijmaakt voor Champs Talk. Broeder, dat waardeer ik heel erg. Ja, maar ik laat je niet gaan voordat we gewoon samen even kijken in die lens. En dan hebben we het tegen Ulrich Bokeme. 18 mei, Glory 92, RTM Stage in Rotterdam. Wat zeg je dan tegen hem? 18 mei, Ulrich Bokeme. Die titel gaat mee naar Suriname. Je komt met je best. Met alles wat je hebt gedaan, je toch kom en 18 mei gaan jullie zien dat ik gewoon de betere man ben. Hoes. En dat was dus het interview met Donovan Wisse in Nederland. We kunnen hem nu even gauw bellen, want hij is net uit de weging. En het nieuws is dat Donovan Wisse zijn gewicht gehaald heeft. Keurig op gewicht, 84,7 kilogram. En men zegt, to make weight. Dat is dus het eerste gevecht en die heeft hij dus gewonnen. Donovan, goedemorgen. Goedemorgen. Vauwaka, jij hebt je gewicht gehaald? Lekker op gewicht? Ja, ik heb nog... Wat zei je? Ik ben gewoon ready voor morgen. 84,7? Ik ben ready voor morgen. 84,7? Ja, 84,7. Dus je kan nu flink gaan eten, halade. Ik ben nu alweer om en nabij 89 kilo, dus ik heb al gegeten, gedronken. Dus, gaat alleen maar beter en beter. In jouw vleeswars na zit idee? No. Macaroni met tuna. Nou, hoe was de sfeer op de weging? Hoe was het? De sfeer? Ah, op van Bokeme? Op de weging. Hij woont voor mij. We kwamen hetzelfde moment binnen. En hij stond als eerste erop. Hij was 84,9. Ik 84,7. Dat was nog niks. Dat was gewoon de officiële. En later hadden we dan de stare down, de face-off. En hoe was het, om hem voor het eerst in zijn ogen aan te kijken? Ja, toch. Zo net was voor het eerst, ja. Dat klopt. Hoe voelde dat aan? Nog een keer? Hoe voelde dat aan? In een baby? Nee, no, mijn baby is er, ze leven. Want dat pak aan de pot, maar kwijt is er, Lukie. Ja, dat maak je van blikken, hoe ben je niet van me? Mm. Op boze blikken. Je bent helemaal ready, je kamp is goed verlopen, je bent tevreden? Ja, zeker. Je voelt je fit? Fit, ready, scherp. Gefocust, alles. Nou, in Suriname zullen morgen op verschillende plekken gekeken worden naar het gevecht. Wat heb je Suriname mee te geven? Ik zou zeggen, het komt live op tv. Check het, Murphy's Irish Pop, Mina Mieliker of Thuis voor de Buis. Maar er zijn genoeg plekken die het zullen uitzenden. En ja, het doet me goed. If you give my power, is dat weer toch. Dus ja man, moest je vragen, wij Tamara. 100%. 100%. We gaan je niet te lang ophouden dan. Ga, pak je rust, stay focused, stay relaxed. En morgen is het end stil. En dan vijfvoudig glorie middengewicht wereldkampioen. Zeker weten. Goedemorgen. Abo. En zo hebben we dus even nog snel kunnen pakken Donovan Wisse. Hij komt net uit de weging. En het nieuws is dus dat hij zijn gewicht keurig gehaald heeft. Hij vecht in de middengewichtklasse. Dat is dus de categorie tot 85 kilogram. En Donovan woog vanmorgen dus 84,7 kilogram. Zijn tegenstander Ulrich Bokeme, die woog dan 84,9. Beide mannen dus op gewicht. Dus het is officieel een title fight. En ja, dat was een uurtje of zo geleden. 84,7. En inmiddels is hij al 89. De kunstjes die men allemaal uithaalt natuurlijk om het gewicht te halen. Maar de manjaan portie, de manjaan bepaalde Sani, dan voorzien denk ik. Dan zijn ze weer lekker wat zwaarder. Ik ben benieuwd hoe zwaar beide mannen zullen zijn op de weegschaal. Voor ze morgen de ring in zullen gaan. Maar goed, ze zijn ready. En morgen gaan we dus dit gevecht zien. Hoe laat vecht Donovan? Dat zal de vraag zijn die velen zich stellen. Nou, het event begint denk ik rond een uur of twee. Met de prelims en het programma. Donovan... Die heeft het hoofdgevecht, een main event vecht hij, de belangrijkste partij op dit event. Daar staat dus een Sarnamang op, Donovan Wisse. En ik denk dat ik hem gewoon vanaf begin. Het event begint op televisie, dacht ik om 4 uur 's middags. Sommigen zullen misschien eerder beginnen. Maar als je tv aanzet
om 4 uur middags, morgenmiddag. Dan kan de op 1:40 eten, 2:40 eten, dan kan de bakka 2 of 3:40 donder van de volg. Ik verwacht dat hij ongeveer tussen 4 en 6 zal vechten. Maar neem het zekere voor het onzekere, want bakka deo abi spijt. Dus schakel je tv aan rond de uur of 4, dat je dus zeker dat Inokamisa fitti. We hebben begrepen dat SCCN en STVS onder andere geadverteerd hebben. Dat zij dus Glory zullen uitzenden morgen. Dan bent u goed geïnformeerd. En ready voor dit wereldtitelgevecht, waarbij dus Donovan Wisse een gooi doet naar nu vijfvoudig gloriegewicht middenkampioen te worden. Het record in de middengewichtdivisie staat op naam van Alex Pereira, de man die furore maakt bij de UFC. Alex Pereira heeft zijn titel in het middengewicht toen hij was vijf keer verdedigd. En daarmee werd hij dus zesvoudig middengewicht wereldkampioen. Nou, Donovan is goed op jacht om dus ook het record van Pereira te evenaren. Maar dan moet hij morgen natuurlijk gewoon business doen. As usual. En dan is hij vanaf morgen vijfvoudig glory middengewicht wereldkampioen. Dan Itewa Libi. En als alles gaat volgens planning, dan tegen het eind van het jaar. Dan even naar Donovan Wisse in elk geval het record van Pereira. Maar zover is het nog niet. Morgen moet hij zaken doen. Tamara Apamus Goinalinga. Nak Jab Trap. En dan Bakafiti dan RFE. Opama Anuka Lok Tu. Asrana Fragaiwai. En Unja Sonagurong. Efiri Vervaarlijk Sweetie. Succes Donovan. En Suriname volgt jou. En staat achter jou. Nou, daar hebben we ook uit de bladen wat koppen gehaald. Er is een incident geweest op de Johan Adolf Pengel luchthaven met twee vrachtvliegtuigen. Op de Johan Adolf Pengel luchthaven is een vrachtvliegtuig aangekomen tegen een toestel van Fly Always. De luchtvaartwaakhond CASAS is met het onderzoek bezig naar dit incident. Beide toestellen moeten worden gerepareerd. De directeur van NV Luchthavenbeheer, Vijay Chotkan, bevestigt het incident tegenover Star News. Hij zegt nog niet te kunnen reageren en wacht op het rapport van CASAS waarna hij verder in kan gaan op het gebeuren. De CEO van Fly Always, Amichan Zhou, om een reactie gevraagd, zegt dat het toestel stond geparkeerd op de luchthaven. De linkervleugeltip van het cargovliegtuig heeft de staart van het toestel van Fly Always geraakt. En de vluchten zijn uitgevoerd door andere toestellen van Fly Always. Een team komt uit het buitenland voor de reparatie van het vliegtuig, zegt Zhou. Ook hij wacht het resultaat van het onderzoek af. De politie heeft goede zaken gedaan, want op de Quarantainrivier zijn dus twee roofmoordverdachten aangehouden. Manschappen van het regio bijstand Team Midden en kapitaaldelicten hebben Anil D. 28 en Jura B. 27 aangehouden in een boot op de Quarantainrivier. De politie werd getipt over de mannen en kwam meteen in actie. Het tweetal werd door het KPS gezocht voor de roofmoord in april aan de twee kinderweg. Daar werd de 78-jarige A. Ali Mohamed leveloos en gekneveld aangetroffen in zijn woning. Het huis was overhoop gehaald. De verdachten werden ter voorgeleiding overgebracht naar het bureau. Nadat ze stevig aan de tand zijn gevoeld, kwamen nog drie verdachten in beeld. Het drietal is inmiddels ook gearresteerd en overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding. De afdeling kapitaaldelicten heeft de zaak in onderzoek. Dan lezen we verder uit de bladen. Geldelijke voorziening machten zal altijd negatief opgevat worden. In de Nationale Assemblée is aangevangen de behandeling van een viertal wetten die gaan over de geldelijke voorzieningen van de rechterlijke macht, de president en de vicepresident, de ministers en onderministers en de leden en gewezen leden van DNA. Alle vier wetten worden tegelijk behandeld. De bedoeling is om synchronisatie te brengen in de geldelijke voorzieningen van de drie machten, te weten de rechterlijke macht, uitvoerende macht en wetgevende macht, zei parlementariër Cheryl Dijkstil in het parlement. Zij is voorzitter van de commissie van rapporteurs van deze wet. In feite was alleen de wet rechtspositie rechterlijke macht ingediend. Toen hebben de initiatiefnemers besloten om meteen alle drie machten mee te nemen. Het is een gedurfd wetsontwerp. De politieke barometer zal altijd negatief zijn voor geldelijke voorzieningen van de machten. Het is net als belasting. Niemand is ooit positief over belasting betalen, zegt Dijkstil. Volgens haar zijn er tijdens de voorbereidingen van deze wetten heel veel discussies geweest. En nu kan men in het openbaar discussiëren in DNA. Het VAP-DNA-lid gaf aan dat in artikel 141, lid 3 van de grondwet staat dat de geldelijke voorzieningen en benoemingen bij de rechterlijke macht wettelijk moet gebeuren. Maar sinds 1975 is er gewerkt met een staatsbesluit. Met de wet hiervoor ga je de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht kunnen waarborgen.
In het kader van de hedendaagse hervormingen laten we het wettelijk doen. Dat geeft ook garanties voor een onbezonnen toekomst voor de rechterlijke macht, met name na hun pensionering. Volgens Dijkstil is er ook een discussie over de gelijktrekking van de staande en zittende magistratuur. De leden van de zittende magistratuur worden beperkt en mogen bijvoorbeeld geen enkel nevenberoep uitoefenen. Ook zijn ze beperkt in hun sociale bewegingen. Dan lezen we verder. Quincy Promes vrijgelaten in Dubai in afwachting van mogelijke uitlevering. Quincy Promes is onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai. Dat meldt het Parool op basis van ingewijden. De 32-jarige Promes zat sinds februari vast in een gevangenis in Dubai. De profvoetballer werd gearresteerd omdat hij betrokken was bij een plaatselijk vergrijp. De Nederlandse autoriteiten willen dat Promes wordt uitgeleverd. In Nederland is de 50-voudig Oranje International veroordeeld tot 2 celstraffen. Promes kreeg 1,5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij op een familiefeestje in Apkoude en 6 jaar voor cocaïnehandel. Ingewijden melden het Parool dat Promes in afwachting van de uitleveringszaak nu vrij is. Volgens de krant is het onduidelijk wat de voorwaarden voor zijn vrijlating precies inhouden. Over het algemeen mogen mensen in zo'n situatie Dubai niet verlaten. Nu.nl heeft het Openbaar Ministerie om een reactie gevraagd, maar dat wil er niets over kwijt. Ook de Nederlandse advocaten van Promes kunnen niets zeggen over de situatie van hun cliënt. Na zijn veroordeling verbleef Promes in Rusland, waar hij voetbalt bij Spartak Moskou. Hij week in februari van dit jaar uit naar Dubai voor een trainingskamp met zijn club. In dat land verblijft hij dus nog altijd. En volgens de Telegraaf deelde Promes een cel met 20 gevangenen en zat hij vast onder loodzware omstandigheden. Deze zaak is dus nog niet afgedaan. Het laatste woord is niet gezegd. Kijken hoe Quincy Promes hieruit zal komen. De komende tijd mag je natuurlijk verwachten dat we wat meer tijd en aandacht zullen besteden aan Nacho. Want de selectie is bekendgemaakt. Nacho moet beginnen aan die loodzware. Ja, en we zeggen loodzware, omdat toen hij onderschat Noang tegenstander. Maar Nacho moet beginnen met WK-kwalificatie wedstrijden. En de selectie is bekendgemaakt. De eerste wedstrijd zal zijn in juni. Dat is over enkele weken. En dan zal Nacho dus moeten beginnen aan die journey om een gooi te doen naar plaatsing voor het komend WK dat gehouden wordt in de VS, Mexico en Canada. En velen zijn de mening toegedaan dat in principe een open goal is bijna voor de landen die het heel vaak nog net niet redden. Omdat dus de landen die altijd naar het WK gaan uit de CONCACAF-regio, de VS, Mexico en ook Canada, dus geen kwalificatie spelen. Dus zijn 3 konden die is nog de ina spel. Wat betekent dat dus bijna zijn noemtje open goal, Gidintra Kondre Salibi. Maar niets wordt je gegeven natuurlijk of in de schoot geworpen. Je zal ervoor moeten werken. De overige kleine landen in de regio, in de wereld, die maken nu allemaal gebruik van diaspora spelers. Dus wat dat betreft zijn we ook geen uitzondering. En kijk maar om ons heen. Haiti, Cuba, waar konden die snel bakken? Curaçao. Ook daar maken ze gebruik van diaspora-spelers. Dus Asana, Sumakan zit aan Morostampo-team. Sumakan smeden van eenheid. En Sumawan Rokomorotranga. Sumawan het meest. Na de encontre dat Odoro AWK uiteindelijk. En wie weet dat Oulibifshi dat hij natuurlijk. No? Dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen. Maar er is een heleboel werk te doen. De selectie wordt steeds beter. Als je kijkt naar de diaspora-spelers die zich aanmelden en bereid zijn te voetballen voor Suriname, daar zit ook Aleffel Ekring, steeds meer van de jongens die sowieso iets hebben van boy, Mino, haal Oranje. Oranje gaat me toch niet oproepen. Ik wil graag ook wel voor een nationale selectie uitkomen. Ik wil die ervaring ook wel mee hebben. Melden zich aan en kijken wat de bondscoach zal kunnen doen. Stanley Menso, die is aan het roer. En hij zal dus uit die lichting van spelers natuurlijk de beste moeten kiezen. We zijn natuurlijk blij met het feit dat we ook wat van onze Suriname boys ertussen hebben in die voorselectie. En hopen dat die zich kunnen optrekken naar het niveau van de profs. Want daar gaat het natuurlijk om. We hebben hier in Suriname heel vaak dat weer Bari. Ja, de man heet ik de lokaal boy, de man heet ik de lokaal boy. Wel, guess what, dan moeten lokale jongens hard werken en op het niveau komen. Want in een heleboel landen, de lokaal boy neko aanbod. Men werkt gewoon met de besten. Ga maar kijken naar de grotere landen bijvoorbeeld. Brazilië heeft miljoenen voetballers. Hoeveel lokale jongens selecteren ze?
De meid ik denk, boys, zijn voetballen naar Europa. De blikvangers. En zo zijn er meer landen die helaas, en niet helaas, we hadden laatst de African Cup of Nations bijvoorbeeld. Het toernooi om het Afrikaanse kampioenschap daar. En het zijn geen jongens uit Cameroen en Ghana, veelal die in de selectie zitten. Maar de jongens die voetballen in Frankrijk, in België, in Spanje, neem het, die geselecteerd worden op basis van wat ze kunnen. Dus natuurlijk is het een moeilijke discussie, maar ik voel Lucas aan, niet emotioneel. Dan zal elke bondscoach gewoon kiezen voor de beste beschikbare mannen. Want als de mannen beschikbaar zijn, dan ga je niet om de mensen thuis zoet te houden, die mannen scotten, om dan met een mindere selectie te gaan. En ja, niet te kunnen winnen, want in sport gaat het allemaal voor velen om winnen, verliezen, leren, vallen, opstaan, maar in elk geval de juiste keuzes maken. Dus we gaan de komende tijd, als u naar Paul gaat, me natuurlijk assisteren met alle info die we krijgen vanuit de Surinaamse Voetbalbond, wat de selectie betreft. En dan gaan we dus aan de slag om u in elk geval warm te maken, op te warmen. Want Absan Bedi Nwang was een mooi tempo ook bij, hè? Toen Dien Goreer was, Isabi, Sanam de Viering. Iedereen leefde mee met Nacho Go, Nacho, we krakken Nacho Bakka. Het ging daarna in een dipje en wij als media moeten dan ook een steentje bijdragen om die sfeer, die hype weer te creëren. Dus op Radio SRS Suriname kunt u wat dat betreft rekenen de komende tijd. Want toen ik bal naar de oren toen we hebben gebruikt. We zullen even die oude tunes, Nacho tunes, moeten gebruiken. Maar goed, we gaan het daarmee doen. Misschien dat ik nu alvast wat van de mensen prikkel van werkelijk, jong. Omgoedwansani. Laten we naartoe werken. En laten we als Sranamangs, ik people, Unamangolomba kabal. Want ik van ja, naar Solaf Wola voor. Ik kan op Chin Comedy Show. Maar we kunnen op ons vakgebied daar wel onze bijdrage leveren. Dat Nacho in elk geval gehighlight wordt. Die sfeer gecreëerd wordt. En dat we misschien nu al kunnen sparen. Of hoe laat ik ba? Voor de week play. Vier begin pot alle wiki van Chinsa na CC. Maar de kaarten zullen niet makkelijk zijn, Ashwin. Frigo Miami Goluko Suriname. Met begin drinkbaar. Maar goed, laten we kijken. We gaan door met het programma. Bereid u zich daarop voor. We hebben onze studiogast bij ons aanzitten. We gaan praten met Aida. En het onderwerp is Theatercafé. Het verhaal van Aida. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen, heren. Laten we beginnen met Aida. Ja. Maakt u even kennis met ons in de studio en de mensen thuis. Wie is Aida? Goedemorgen, kijkers, luisteraars. Ik wil op de eerste plaats meneer Ernie bedanken. Heb ik die naam goed uitgesproken? Ja, gelukkig wel. Bedankt. Want veel mensen zeggen Ernie. Dat is Ernie. Is Ernie, hè? Ja. Hartelijk bedanken dat ik de gelegenheid heb om mijn ding te doen, dat ik hier zo mag zijn. En de vraag is, wie is Aida? Aida is mijn artiestennaam en ik ben meer bekend als Louise Eduard Naden. Aida is jurist, Aida is zangeres, zangdocent, danseres, ze houdt van schrijven en ze houdt ook van mode. En Aida is daarnaast ook de oprichter van Lenka Sekodans Instituut. En daarnaast ook nog de directeur van CCS Volksmuziekschool. En deze school is dus de oudste muziekschool van Suriname. En dat is wat ik dagelijks doe. Veelzijdige Surinaamse vrouw. Ja, toch wel. Waar haalt u de passie en inspiratie vandaan? Nou, eerlijk gezegd, kijk, ik heb ze wel opgenoemd, maar het zijn geen zaken waarmee je elke dag bezig bent. Dus op een gegeven moment zoek je wel balans om de dingen te doen waarmee je bezig bent. Ik ben elke dag ben ik bij CCS Volksmuziekschool, daar ben ik dus de directeur en ik doe het niet alleen. Ik heb een goed docententeam om me heen en dat is hoe wij dat doen. En daarnaast ben ik ook zangeres, zangdocent. Ik geef zelf ook les bij CCS. En zo probeer ik een balans te vinden met de dingen waarmee ik bezig ben. Het lukt wel. Het lukt wel. Maar waar houdt u het meeste van? Of hebben ze allemaal een apart plekje, de zaken die u van dag tot dag doet? Sowieso heeft doseren nu echt een aparte plek voor mij. Het doet me goed om van maandag tot donderdag te zien hoe de studenten naar school komen, hoe de ouders ze afzetten,
om muzieklessen te komen volgen. Het geeft me een goed gevoel en het verkwikt mijn ziel. En ook al heb ik mijn struggles voor de dag, het maakt me gelukkig om dat te zien, om over te dragen aan de volgende generatie. Is er animo voor het volgen van muzieklessen? Toch wel. Is de aanloop goed? Ja, de aanloop is goed. Kijk, CCS heeft een paar jaren stilgezeten, hè, door COVID. Mm-hmm. En we zijn in het jaar 2022 from the bottom gestart. Echt. Het was gewoon een gebouw. Ik had mijn twijfels. Ik dacht, hey, wat wordt het? Want door de jaren heen zijn er verschillende muziekscholen opgericht. Maar meneer Ernie, ik mag u zeggen, de opkomst is geweldig. We zitten nu tussen 50 en 60 studenten. Van waar we zijn gestart. Een paar oude studenten zijn teruggekomen. En we hebben ook nieuwe studenten. We zijn tevreden. We zijn tevreden met de opkomst. En we zullen ons uiterste best blijven doen om te groeien. Ik moet ook eerlijk zeggen, als je alleen erop vanuit gaat, oh ja, ik ben directeur, gaat het niet. Ik ben ook schoonmaakster, ik ben ook conciërge. En ik doe voor alles wat nodig is om die school op een heel ander niveau te brengen. Om die school te laten groeien, want we zijn er nog niet. In welke leeftijdscategorie zitten de studenten? We beginnen bij 5 jaar. En we laten de deur ook open voor ouderen. We zeggen tot 60 jaar. En als we zien dat de ouderen bijvoorbeeld niet passen binnen die groep, dan geven we ze de gelegenheid om privélessen te volgen. Ja. Er is animo, er is talent? Ja, zeker. Dat is Suriname. Absoluut wel. Echt wel. En ook daar willen we helpen. Om deze jongeren te laten groeien. Want ook wij hebben de gelegenheid gehad om te groeien. En die gelegenheid moeten we ook geven aan de jongeren. Want weet je waarvan ik nu hou, Ernie? Wanneer we die kinderen zitten te bewonderen op de tv van het buitenland. Onze kinderen kunnen dat ook, hè? Maar wat we soms niet hebben, zijn speciale docenten die les kunnen geven aan kleine kinderen, dat moet je wel hebben. Want niet elke docent kan les verzorgen aan kinderen. Je moet geduld hebben. En dat is wat we missen. Dat moeten we nog meer hebben, zodat we die kinderen vanaf jongs af, dat we hun muzikaliteit kunnen ontwikkelen of kunnen laten groeien. Hoe kunnen we dat bereiken, dat punt bereiken? Opleidingen verzorgen. Want u heeft nu wel een docententeam, ja, die de aanwas aan kan? Ja, toch wel. Ja. Toch wel. Kom, we streven naar meer. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is het muziekgedeelte. Professioneel ballet. Mm-hmm. En Len Kaseko Dance Instituut uiteindelijk. Vertelt, ja, u. Hoe is het daarmee gegaan? Dat was 2020. Ergens in COVID zijn we gestart. Een pilotproject. Nu zijn we wel op een laag pitje. We zijn op de achtergrond bezig om eigenlijk een stichting op te richten, zodat we beter kunnen samenwerken met andere organisaties. Dus dat is wat we als voorstel hebben gehad, omdat je projecten moet schrijven. De dansschool is wel ingeschreven bij KKF. En wat we nu doen zijn studenten. Wat we bijvoorbeeld hebben gehad is bij Missie Kitty Kotti moesten we iemand begeleiden die graag Kaseko wilde leren dansen. Dus zulke kleine projecten doen we. Maar niet dat de school wekelijks draait. We hebben laatst ook een project geschreven naar... Er was iets gaande, hè, omtrent Cultuurfonds Nederland. Jij hebben ook een project geschreven, maar het is niet gehonoreerd. Dus we gaan verder. We krijgen ook mooie aanbiedingen van het buitenland. Mensen die met ons samen willen werken. Met de school samen willen werken. Maar we zijn nog niet daar. Het komt wel. Dat is wel op een laag pitje.
Ik lees ook dat u de eerste vrouw bent die de Bachelor Jazz en Popzang behaald heeft. Jawel. Bij het Conservatorium Suriname. Jawel. Hoe is dat gegaan? Ook dat zal ik vertellen op zondag 19 mei aanstaande. Drempels, obstakels, uitdaging, maar echt. Hoe kwam je op het idee om dit allemaal te doen? Het verhaal van Aida? Ik volg mijn hart op de eerste plaats. Ik probeer de dingen te doen die ik op mijn hart... Die dingen die op mijn hart liggen, dat probeer ik te volgen. Ik ga niet mee met een trend. Ik focus mee op wat mij op de eerste plaats gelukkig maakt. En dat moet je waarmaken aan de mensen die je volgen. Op een gegeven moment is het aan mij gevraagd. Louise, wil je ook graag deelnemen aan Theatercafé door mevrouw Gina Berggraaf? En ik dacht, verhaal? Welk verhaal heb ik? En weet je, meestal als artiest sta je op het podium en je performt, je blijft maar performen. Je bent niet echt gefocust op je eigen verhaal, je groei. En ik had wel al iets op papier gezet, want ook op het conservatorium leer je om een portfolio te maken, om motivatie vast te leggen over jezelf. Dus dat alles heb ik gedaan. En nadat Gina me dat heeft gevraagd, moest ik echt stilzitten. Oké, wat is mijn verhaal? En je komt op zoveel. Ik zeg, ja, ik ga ervoor. Want alles wat je eigenlijk doet in je leven, dat is jouw verhaal. Maar je moet het ook vastleggen en goed nadenken. Hoe zal ik dat interessant overbrengen aan de mensen die naar mij zullen luisteren? En Louise, haar verhaal is muziek, dans en zang. En dat wordt het ook zondag 19 mei aanstaande. Want vaak staan we er niet bij stil hoeveel we niet gedaan hebben. Echt waar. Matthäus, doe je denkt, die heb ik dit ook gedaan. Ja. Klopt. Men mag dus veel verwachten. Ja. Zal het een mix zijn van ook leerrijk, inspirerend, bemoedigend? Natuurlijk. Dat is mijn verhaal ook, om mensen te inspireren en te motiveren. Inalibi inom dusa tras mawanyu do. Dat wil niet zeggen dat je niet mag luisteren naar je medemens. Dat bedoel ik niet, maar of met een trend meegaan, of omdat die het doet, wil ik dat ook doen. Nee, volg je hart. Volg zoals don't tap you ati voodoo. En wat eigenlijk ook wat past bij jou. Want het leven, het is een proces, het is een leerproces. Ook in mijn vak, dat zal ik ook vertellen. Ook in mijn vak als artiest ga je eerst nakijken. Je gaat eerst imiteren. En dan ontstaat er een race waarbij je zelf beter gaat leren kennen. Op den duur het unieke van jou gaat proberen te vinden. Dat is je werk. Wat is identiek? Wat is jouw identiteit als artiest? Wanneer men je daar ziet staan, dat men ziet van oké, dit is Louise of dit is Naomi of dit is Edson of dit is Julian. Ja, dat is belangrijk als artiest, maar het is ook een groei, is ook een groeiproces. En dat leer ik ook aan al mijn studenten, mijn zangstudenten. Het is niet mijn doel dat je wordt als juffrouw Louise. Je moet jezelf zijn en blijven zijn. En ik probeer ze ook beter te leren kennen, zodat ik de stof goed kan overdragen. Ja. Het volgende theatercafé, waar en hoe laat? Laat me even piepen hoor, want Gina die is er niet. Theatercafé zal gehouden worden dus bij Theater Thalia. De inloop is vanaf 5:00 tot en met 6:00. Ik heb geleerd dat ze bij Theatercafé niet praten over kaarten, maar over arrangementen. Een arrangement kost 350 SRD. Dat betekent dus dat jij toegang hebt tot een zitplaats, dat je recht hebt op een snack en een non-alcoholische drankje. Non-alcoholisch drankje. En de mensen mogen reserveren.
Ik zie dat nummer niet zo goed hoor. 8747974. Nog een keer? Nee, correctie. Correctie. 8747874. En daar mag men dus... Ja, mag men reserveren. WhatsAppen, ja. En dit wordt dus georganiseerd door HB Media NV. De datum nogmaals? Zondag 19 mei. Aanstaande zondag? Ja, aanstaande zondag, ja. Dus de inloop is 5 tot 6? 5 tot 6, ja. En dan gaat het vuurwerk beginnen? Yes. Met Aida onder andere? Yes. Is daartussen ook entertainment? Verbonden aan de muziekschool, zal er muziek entertainment tussen zijn? Zullen we ook wat van de pupillen misschien ook een brik krijgen om wat te doen? Ik zal toch een tipje van de sleur geven. Ja. Ja? Ja. Oh, je mag verteren om te anders ook nog komen, jullie moeten komen, dat is de bedoeling toch? Okay. Nou, in elk geval houden we deze activiteit in de gaten. Ja. Theatercafé, het is zondag aanstaande in Theater Thalia. De poorten, of de inloop start om 5 uur, een uurtje inloop tot 6 uur. En dan sharp begint men met Theatercafé. En er zal een heleboel te zien zijn, te horen zijn, op te steken zijn. Dus als we de bakana, zo'n de mofoneti, kan dek. Als jij er dus naartoe gaat om ook deze creatieve sarnamans te ondersteunen. Maar ik je dankzij voor het willen zijn in de studio. Hartelijk en heel veel succes toewensen met Theatercafé. Dankjewel. Zo hebben we in de koffiepraat ook aandacht besteed aan Theatercafé. We zijn begonnen met onze Glory World Champ Donovan Wisse. We hebben hem live gebeld nadat hij dus de weging had. En hij heeft zich alweer gehaald. En morgen in Rotterdam gaat Donovan Suriname wederom trots maken. Hij is viervoudig Glory Middengewicht Wereldkampioen. En ik moet zeggen hoor, een heleboel mensen raken zich steeds meer bewust van Sama's Edu eigenlijk. Want in geen enkele andere sport hebben we een wereldkampioen nog. Onze sporters timmeren aan de weg. Maar Donovan Wisse is wereldkampioen. Niet 1, niet 2, niet 3, maar viervoudig Glory Middengewicht wereldkampioen. En morgen, want Unetak, als hij morgen wint, zoals als. Morgen wordt hij vijfvoudig Glory Middengewicht wereldkampioen. Maar dat in manifestering. Je moest Bribi, Donovan schreef Bribi, hij heeft hard gewerkt. En het is natuurlijk ook wel wat hij probeert te doen. En je merkt het in die Thai-box zien wel dat er heel wat talent aanstormt. En mannen als Biggie Boy, Donovan Wisse, Regian Eersel, dat zijn toch wel de mannen die een trend zetten. Maar van iedereen in het rijtje, niet om anyone tekort te doen, is Donovan de enige die woont in Suriname. Hij bewijst dat we vanuit Suriname ook wereldkampioenen kunnen voortbrengen. Amana Blauwgroen Boy, geboren en getogen. Isabi, na elk gevecht bijna ook Big Amman soms voetaal Holland even voor verplichtingen. Want if one vlucht de Anitiva Fetis Revi, Amai Frika Sarna direct. Zo is dat gewoon. Hij vecht zaterdag. En Bachelor Life komende week, eerste de beste vlucht, Amamaka Sarnabaka, om het gevoel te vieren met Suriname. Maar hij traint gewoon hier, Amanyama Boulanger, Amanyama Soproponu, Amanyang, SDETW Dollar. En ook niet meer zenden de voice note dat uit. Want ik heb een beetje een privilege, toen ik familie naar Donovan in vertegenwoordiger, dat wij hebben gewoon conversaties. Maar dan ben je helemaal dat boy done. Soms moet je los toe gewicht te switchen. Ik heb ze meer doen soms. Met bijwaan toe pissen met die vleeswars. Dan met bakawa exi. Dan met boren alles. Dan met draaien vleeswars nasi. Well, bet your life. In voorbereiding met dit gevecht is dit dan van de app. Me. Ik zei, want ik vaak heb je vier boem. En want ik, hey, me draaien vleeswars nasi vier. Daar wel aan, man, goed draaien. Want vleeswars nasi dat je een jaar gewoon. Niet helemaal eten dat boy, maar vleeswars voor Holland, nu kan je niet die voetje. Dus nou na maak. Maar vaarlijk, humbel, vaarlijk, eenvoudig Hamas dit. En hij heeft nu wel macaroni gedaan. Het is traditioneel. Meestal bakawi ging dan amai tekwa macaroni. Amang is het zit in skin kombaka. Dus hij is helemaal klaar. Met hem, als hij een spectaculaire fight levert en hij op indrukwekkende wijze in mijn ogen wint, dan persoonlijk misrevo draaien naar Sigama.
Dus heeft hij eentje bij mij te goed. Maar hij is ontspannen, hij is relaxed en hij gaat zijn ding doen morgen. Hij gaat Suriname trots maken. En dan hebben we dan niet een viervoudig, maar morgen een vijfvoudig Glory Middengewicht wereldkampioen. En daar mogen we trots op zijn. We hadden laatst een kickbox event waarbij je ook ziet van hoeveel talent zit aan te komen. De boys stormen aan, maar de jongens moeten gewoon de gelegenheid krijgen natuurlijk zich te profileren. Ze moeten meetmomenten hebben met elkaar hier, maar ook naar buiten toe. En dan komt het wel goed. Ik had het voorrecht deze week met de bodybuilders en de fitnessatleten te zijn in Barbados. En we hebben ze daar echt wel kort den billetje ding. We hebben Suriname daar ook op de kaart gezet. Het was een groot event, zoals ik gisteren al zei. Door ons rest kreeg je meer dan 35 landen. Maar Suriname, we waren er met 11 atleten, 5 pro's, 6 amateurs. We hebben het weer goed gedaan. En Suriname is wat bodybuilding en fitness betreft in de regio de kawaii even. En ze zijn niet allemaal helemaal blij met ons altijd hoor. Want als land uit deze regio, vanuit elkaar Nederlandse, worden we soms een beetje als buitenbeentje gezien. Maar daarom juist sportief, weer klaar ding. En het was al met al een succesvolle trip, een goede afvaardiging. En dat we in die hoofdcategorie bodybuilding gewoon is voor het eerst voorgekomen in het toernooi. Suriname tik eerste, tweede, derde plaats. Eddie Wilson 1, Soepé Kousset 2, die kleine man van ons. En Karg 3. En daarna kwamen twee mannen van Barbados. Dus daarmee hebben we ook, het was eigenlijk die icing on the cake, want het was de laatste competition, de most prestigious one. Eddie wint wel mooi money. Eddie wint wel mooi money, hij heeft de geldpot was dik. Maar dan gaan we alle drie beetje money in het toernooi. Dus al met al, het team, teamgeest was goed, Bakarat ook, Kooi Riepjes natuurlijk. En overal waar we kwamen met de delegatie, wilden mensen op de foto met onze atleten. Soepé Kousset, die gaat volgens mij binnenkort een dubbele nationaliteit moeten aanvragen. Want Tim Tegenis van Barbados, Loba Sharkman Funu. Ja, maar Loba man vaarlijk, omdat men zich niet kan voorstellen dat zo'n kort mannetje zoveel mossels heeft. En Karg was goed, maar Motegi. Kan je voorstellen hoe goed Soepé was, if Soepé Nyan Karg. En Karg werd toen derde, maar men heeft ook gezegd van boy, als Karg gaat werken aan zijn kleine minpunten, he's going to be a problem in de toekomst. En Karg is zo dedicated, zo gefocust, dat ik ook verwacht dat binnen 2, 3, 4 jaar deze Jermaine Karg, onze huidige Mr. Suriname, de wereld, de regio en de wereld zal veroveren. It's just a matter of time. Ik heb u een portie informatie gegeven in deze aflevering van de Koffiepraat. Blijft u ons volgen. We gaan deze aflevering zo meteen uploaden op onze YouTube-channel. Dus heeft u wat gemist, kunt u gewoon nakijken. Radio SRS Suriname on YouTube. Dan hier volgen we aan Dapé Bakka. We gaan eruit met dank aan Ashwin, met dank aan Aida. En Donovan Wisse besluiten we deze aflevering van de Koffiepraat. We zijn er weer volgende week met een nieuwe. Goedemorgen.